Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken ontving op 20 juni 2024 het United Nations Suriname Annual Result Report 2023 van VN-coördinator Joanna Cassana. Tijdens deze bijeenkomst werd ook het nieuwe Country Implementation Plan, CIP, voor 2024-2025 ondertekend. Ramdin benadrukte de belangrijke rol van BIBIS bij de coördinatie en uitvoering van dit plan, gericht op het behalen van specifieke duurzame ontwikkelingsdoelen. Het nieuwe CIP bouwt voort op eerdere successen en sluit aan bij nationale en mondiale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Tijdens een vervolgmeeting op 20 juni 2024 presenteerden de Nationale Anti-Money Laundering Commissie en de Project Implementation Unit aan president Santokki een matrix voor de wederzijdse evaluatie van de Caribbean Financial Action Task Force. En de matrix bevat de maatregelen en de status van wetgevingen die essentieel zijn voor de evaluatie. President Santokki wees op eerdere fouten in het Nationaal Risk Assessment Rapport en benadrukte de noodzaak van nauwkeurige informatievoorziening en goede communicatie om onjuistheden te voorkomen. Een vervolgmeting is gepland om de voortgang te monitoren. President Santokki organiseerde een workshop voor ministers over het gasrapport van Suriname. De presidentiële studiegroep presenteerde aanbevelingen over gasvoorkomens, exploitatiemogelijkheden en economische impact. De workshop bevorderde discussie en strategievorming gericht op transparant beleid en maximale voordelen. Santokki benadrukte verantwoordelijke exploitatie en de overgang naar hernieuwbare energie voor duurzame ontwikkeling.